uitspraak van de president van de krijgsraad, meester Valstein Montner, is na ruim 4 uren lezen helder en duidelijk. De hoofdverdachte, deze week de Lano Boutersen, is veroordeeld tot 20 jaar. Het moet duidelijk zijn voor elke bewoner van Suriname. Er wordt vonnis gewezen op basis van bewijzen en getuigenissen. Wanneer een geliefd familielid of een geliefd persoon uit uw eigen omgeving wordt vermoord, dan verwacht u van de rechterlijke macht, van de rechters van ons land, dat die persoon wordt vervolgd en veroordeeld. Bij het voorlezen van het pagina's lange vonnis met overstelpend bewijs werd heel pijnlijk herhaald wat de nabestaanden vanaf het begin al wisten en nu werd bevestigd. Dat de slachtoffers weerloos en ongewapend waren. Dat onze broeders niet met een koepoging bezig waren. Dat zij niet op de vlucht zijn doodgeschoten. Dat zij mishandeld en gemarteld zijn, waarna vuurpelotons splinternieuwe wapens op hun zijn leeggeschoten. Bij de opgravingen zijn in een van de lijkkisten meer dan 20 kogels aangetroffen. Dat verbrijzeling van het hersenweefsel of doodbloeding steeds de doodoorzaak was. Dat het door de hoofdverdachte opgegeven alibi vals was. Hij was gedurende de hele periode van de executies in het fort aanwezig. Dat de hoofdverdachte de leiding had bij de uitvoering van de moorden. De krijgsraad zei nog wettig en overtuigend bewezen. Elk mens moet weten dat elke handeling consequenties heeft. De heer Boutersen had toen moeten weten dat ooit de waarheid aan het licht zou komen. Volgens de Vedische leer krijg je altijd de vruchten van je daden gepresenteerd, goed of kwaad. Ook de Bijbel zegt trouwens, wat gij zaait, zult gij oogsten. Als je de oogst binnenhaalt, moet je niet vluchten als de vruchten zuur zijn. Want ook dat wordt later met rente gepresenteerd. Terwijl andere verdachten vlot wensten mee te werken aan het proces en ook verschenen ter terechtzitting, is de hoofdverdachte opzettelijk nooit persoonlijk verschenen. Ik herhaal dit. De hoofdverdachte is opzettelijk nooit persoonlijk verschenen. Hij heeft er wel alles aan gedaan om het proces te vertragen. Wij zijn de door de hoofdverdachte opgeworpen excepties en wrakingen die een grote vertraging van de inhoudelijke behandeling van het strafproces tot gevolg had, niet vergeten. De heer Boutersen heeft totaal geen respect getoond voor de rechtsstaat. In 80 heeft hij de rechtsstaat omver gegooid. 2 jaar later heeft hij 15 mensen zonder proces vermoord of laten vermoorden. Nu is gebleken dat hij erbij was. 15 mensen die vochten voor herstel van de democratie. Als mensen vinden dat ze onschuldig zijn, dan gaan ze naar de rechtszaak en de verdediger zichzelf. Een rein geweten vreest geen aanklacht. Deze decembermoorden hebben een vreselijke impact op het vredige leven van ons Surinamers gehad. Niet alleen de families, maar de hele natie en ook ver daarbuiten was diep geschokt. Met zijn allen zijn wij verplicht ervoor te zorgen dat dit nooit meer in ons geliefd land gebeurt. Wanneer we bewust of onbewust de filosofie blijven aanhangen van next no fault, dan houden we onszelf voor de gek
en maken we langzaam maar zeker van Suriname een brokkel per natie. Het gevaar is niet denkbeeldig. Niks no fault is een heerlijke filosofie. Het geeft je alle ruimte voor egoïstische handelingen. En daarbij geef je ook nog het gevoel dat je goed bezig bent. Het is erg verleidelijk, maar het is o zo gevaarlijk, hebben onze afgelopen jaren geleerd.